Denk je eindelijk het huis van je dromen gevonden te hebben? Met een mooie locatie in de Kraaienhofstraat en ook nog een keer voor een prikkie? Blijk je gewoon samen met minimaal 20 andere keihard te zijn opgelicht? Zondag is een afspraak om de sleuteloverdracht te doen. Daar leef je helemaal naartoe. En dan kom je hier en dan doet iemand anders de deur open van... Ja, kom maar, je bent opgelicht. Wat? De afspraken waren al snel gemaakt en dus kon de voorpret al beginnen. Ja, lekker weer iets voor ons eigen met het gezinnetje samen. Je ging er al vast van dromen en ja. Want je zag jezelf hier al wonen wellicht. Ja, klopt. De huurders zouden de sleutel van de woning krijgen en moesten een voorschot van 1500 euro betalen. Maar toen de bewoners de sleutels kwamen ophalen, bleken ze niet de enige belangstellende te zijn. Ik zou eigenlijk zondag de sleuteloverdracht krijgen. En mijn vriendin die had al een raar onderbuikgevoel om 11 uur. Dus ik ga er naartoe. En om 11 uur stonden er ongeveer 25 mensen. Ik kwam met mijn zoontje binnen en met mijn vriendin. Ja, toen zaten er heel veel mensen binnen en ja, toen miste ik al genoeg. En dan kom je hier en dan doet iemand anders de deur open van... Ja, kom maar binnen, je bent opgelicht. Wat? Ja, hij heeft het al 3 keer gezegd. Je bent opgelicht. Ik dacht echt van, dit is een slechte grap. Doe even normaal, weet je wel. Was dat meisje? Ja, zo. Ja. En dan kom je boven en dan zie je andere mensen zitten. En dan... Ja, ik was echt helemaal in shock. Ik wist echt niet meer... Dat zie je niet aankomen. De gedupeerden moesten allemaal 650 euro aan huur overmaken en 850 euro aan borg. In totaal dus 1500 euro. Hoeveel heeft het jou gekost? 1500 euro ondertussen. Maar dat zien we denk ik nooit meer terug. Maar... Ja, het houdt je wakker, je had er vertrouwen in. En ja, schijnbaar kan je dus geen mensen vertrouwen. Is dat zo? Ja, is dat het gevoel dat je nu weer eraan overhoudt? Ja. Dat vind ik nog het allerergste. Dat je denkt van... Ja, wie kan ik in godsnaam nog vertrouwen? Mensen met gezinnen. En kinderen, die zijn er uiteindelijk te dupe voor. Alsjeblieft, mensen. Romy, als je dit ziet, je moet ophouden. Echt ophouden. Want wij gaan door. Door tot het bittere einde. Totdat jij je celstraf krijgt. Of een andere goede straf. De recherche is bezig met alle aangifte te verzamelen en doet onderzoek naar de zaak. Het is mogelijk dat de oplichter ook op andere locaties opereert. De politie vraagt iedereen die informatie heeft zich te melden.